goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. We gaan even de molen opstarten. Dus aan de gang, hè? Eerst even losmaken en dan gaan we even kijken waar de wind vandaan komt en dan zetten we hem wat wind. Nou, dus de wind die is er wel vandaag. Ja, natuurlijk. Dus ik heb nog een beetje spierballen nodig. Dus, en dat zit ook wel redelijk ja, goed. Gaan we doen. Zo, die is los. Dus de... Dus de ketting die normaal de molen op zijn plaats houdt. Ja. En met de andere ketting dan gaan we de molen zeg maar op de wind zetten. Okay. Dus ik ga even kijken waar de wind vandaan komt. Dat gaan we even voelen. Ja. Dus meestal doen we aan de linkerkant van de molen. Ja, ik voel hem eigenlijk hier. Waar voel jij hem? Even voelen. Ja, hier kom, is wij het wel naar ja, achter. Dus hij staat een beetje links, dus we moeten hem nog een beetje rechtsom draaien. In de molenterren noemen we dat ruimend kruien. Dus dat gaan we dus nu. Dat zat wel even zwaar kwijt, hè? Moet echt een flink... Maar heb ik jou toch voor? Ja, kom maar op dan. Oh, kom op. Zo. We gaan nog een stukje verder dan. Yes. Dank je. Ja, laat maar los. Doe de handen maar weg. Ja, dat gaat vanzelf. Hij gaat lichtelijk vanzelf. Doe nog even een bliksemafleiding eraan. Mocht het nou helemaal gek te doen. Dan zijn we veilig. Dan zijn we in ieder geval veilig. Gelukkig maar. Zo. Nou, het laatste. Dat is de stut. Dat is eigenlijk voordat dat de staat niet altijd staat. De vibratie die daar staat te draaien. Dus dan doen we een kleine ondersteuning erin. Zo. Zo. Zo start je elke keer als je hier bent. Hele ritueel. Ja. Het hele ritueel, ben je ongeveer een half uurtje, drie kwartiertjes gedrukt daarvoor. Neem eigenlijk helemaal voordat je echt aan het draaien bent. Oké, Sonja, het is zover. Yes. We de molen laten gaan draaien. Wil je even de vang losstrekken? Ja, ja, het is niet druk op de knoppen, het is echt handwerk. Trek maar door tot je hem in de haak voelt vallen. Oké. Okay. Is dit oké? Ja, en nu? Rustig los. Laat maar rustig omhoog gaan, touw. En dan... Kijk. Oh, dat kan ook niet. Hij hangt hier bovenal in de... Dus de rem is nou vrij. Oké. Okay. Kijk eens, het is jou gelukt. Hij draait alweer. Jee! Laten we even lekker naar binnen gaan. Ja, die buiten is toch niet gelijk. Nee. Zo. Tijd voor de koffie dadelijk. Oh, dat is wel een mooi gezicht zo, hè? Ja, die wieken zo langs die raampjes. Helemaal goed. Ja. Wat voor soort molen is dit nou? Het is eigenlijk een beltkorenmolen, hè? Dat is van vroeger uit. Een beetje koren gemalen tot meel. Hij staat al van 1809, de boer moest zijn graan natuurlijk kwijt en er moest gemalen worden. Dus vandaar hebben ze in 1819 hier een beltkorenmolen gebouwd. Ik ben eigenlijk de molenaar en Petro, daar zit ik samen mee in het bestuur van de Gilde Vrijwillige Molenaars. Wij proberen binnen Nederland het molenaarsambacht in ere te houden. Dus, en daarvoor leiden wij mensen op die belangstelling hebben in het draaien met de molen en het werken met de molen. En waarom moet de molen eigenlijk draaien? Want het is ook gewoon een mooi plaatje. Je kunt ook denken, nou laat lekker staan en prachtig zo. Ja, de molen moet eigenlijk blijven draaien. Alles wat stilstaat is achteruitgang. Zo moet je het eigenlijk met de molen ook zien. Alles gaat in de assen hangen, alles gaat hangen. Beweging is goed, alles wordt weer droog, alles wordt weer gesmeerd. Maar het is toch eigenlijk bijzonder dat elk pakje, de vla, wat je noemt, de snelle monster van Jos Verstappen, overal wordt een molentje afgebeeld. De molen is gewoon echt het icoon van Nederland. Dus dat is ook echt de reden dat dat moet blijven, dat is logisch. Dus we lopen ermee te pronken, maar dan moeten we het ook in stand houden, vind ik. Nou, dan wordt het tijd dat we even wat naar boven gaan takelen. Dan doen we het luien in de molenaarswereld, dus je mag aan het lui touw trekken. Nog weer een touwtje. En als het goed is, dan begint de boel te draaien. Ja, trek maar door. Ja, doorgaan. Het is een sleepluiwerk, dus het wiel valt nou op het spoorwiel. Kijk dan toch, je trekt aan het touwtje en dan gaat het gewoon. Ja. Het is toch allemaal zwaar werk, dus een molenaar was... Zwaar werk, zeg je nou. Ja, het heet niet voor niks luiwerk. Een molenaar is ook liever lui als moe. Oh, wat waren die mensen toch slim, hè, vroeger? Ja. En dat is ook het leuke van de hele molenarij. Ze waren vroeger wel erg innovatief. Nou, bang. Nou, laat je hem los en je laat hem op de vloer zakken. En dan komt hij. Dus, het is toch een kleine 30 kilo wat je weegt. Nou ja, wat moet je doen? Helemaal niks, hè? Blijft mooi. En die passie die jullie hebben, dat probeer je dus over te brengen op nieuwe vrijwilligers. Dat klopt, ja. De molenaars van het eerste uur die haken af door leeftijd en dergelijke. Dus we zoeken nieuwe vrijwilligers die het mooi vinden om met dit stukje cultuurgoed te komen draaien en malen. Ja, en dan word je opgeleid. Dan kunnen wij ervoor zorgen dat die opgeleid wordt tot vrijwillig molenaar. Ja. We hebben nu heel veel kennis en die moeten we
in staan houden. Niet alleen de molens, maar ook de kennis. Dus komen, zou ik zeggen.